Op 18 en 19 september vinden de jaarlijkse algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. En reikt het Nederlands Debatinstituut traditiegetrouw de debatprijs uit aan de allerbeste debater. In deze video kijken we naar Lodewijk Asscher, zijn kansen en zijn valkuilen. Lodewijk Asscher won vorig jaar de debatprijs. En die won hij vooral omdat hij in zijn eerste termijn een speech van 20 minuten volledig uit het hoofd deed op een hele bevlogen manier. Hij had ook een slimme en consequente debatstrategie. En in dit fragment zie je hoe Asscher vorig jaar een fantastisch verhaal hield. Als je realiseert dat in deze zaal, 3 jaar geleden, de VVD-fractie het werkgelegenheidsbeleid van het toenmalige kabinet een onvoldoende gaf, en je bedenkt dat er nu meer banen zijn dan ooit, dan is dat heel goed nieuws voor de mensen die banen hebben. Ik zie dat de heer Dijkhoff het zich herinnert. Maar de vraag is natuurlijk, wat zijn de kansen van Asscher dit jaar? In de peilingen staat de Partij van de Arbeid er beter voor dan vorig jaar, maar nog steeds kan hij zich niet echt de oppositieleider op links noemen. En er zit ook wel een valkuil, want Lodewijk Asscher wordt toch nog steeds wel gezien als iemand die bijvoorbeeld met Mark Rutte een paar jaar geleden nog regeerde. Dus het is nog steeds moeilijk voor hem om echt afstand te nemen van het kabinet wat er nu zit. Kortom, hij staat goed in de peilingen, hij is een goede debater, maar hij heeft ook een moeilijke positie gezien zijn verleden. Vond je dit een leuke en interessante video en zou je meer video's willen zien, bijvoorbeeld van de andere fractievoorzitters, dan kun je hierboven abonneren op het YouTube-kanaal van het Debatinstituut en hieronder kun je je comments plaatsen.